Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat het weerbeeld in Nederland nogal wisselt van regio tot regio. Als we erop gaan inzoomen, kunnen we dat wat beter zien. Op behoorlijk wat plaatsen schijnt de zon behoorlijk, maar over Flevoland en delen van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht ligt bewolking. En daaruit valt ook lokale spat regen, is het dus wat sombertjes en ook duidelijk minder warm. En voor de rest komt er boven Limburg inmiddels een eerste regen- en onweersbui voor. En de komende uren zal het aantal buien met onweer in het zuiden van het land geleidelijk aan gaan uitbreiden. Dit is het radarbeeld van 2 uur vanmiddag. We zien dus die lichte neerslag in het westen van het land en die eerste onweersbuien in de buurt van Limburg. Dit zijn die zwarte pitten die we zien op het radarbeeld. De neerslag beweegt zich langzaam naar het noord-noordoosten toe. Dat betekent dat op een aantal plaatsen waar die buien gaan overtrekken in de loop van de namiddag en avond, er behoorlijk wat neerslag kan gaan vallen. En dat geeft misschien lokaal wel wat overlast. Het weerbeeld voor de avond ziet er dus als volgt uit: Met name in het midden en zuiden van het land verspreidt enkele regen- en onweersbuien. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur halverwege de avond rond een graad of twintig. En de wind waait matig uit het oosten tot noordoosten. Ook komende nacht kan er op een aantal plaatsen nog een enkele regen of onweersbui voorkomen. Dat is hoofdzakelijk in het midden- en zuidoosten van het land het geval. Verder is het wisselen bewolkt en de temperatuur daalt naar zo'n 12 of 13 graden. Morgenochtend hebben we dan in eerste instantie een afwisseling van wolkenvelden en wat zon. Geleidelijk aan zullen de wolken meer plaats gaan maken voor zonneschijn. In de alle vroege ochtenduren zou er nog een enkel buitje kunnen voorkomen, maar die verdwijnt al snel. Ja, en dan in de loop van de dag ontstaan er weer stapelwolken. En in het uiterste zuiden van het land kan in de namiddag en avond opnieuw een onweersbuien tot ontwikkeling komen. Maar zoveel buien als dat we deze middag en avond zien, die zullen we morgen niet hebben. De middagtemperatuur ligt rond de 24 of 25 graden. In het noorden van het land ietsje lager. Dat komt omdat de wind uit het noordoosten waait. Boven land is hij wat meer oostelijk. Hij is overwegend kracht 4. Dat is een behoorlijk stevige wind en hij kan ook nog eens vlagerig zijn. Dat doet dus wel enige afbreuk aan het zomerse weerbeeld. Ja, en de dagen daarna houden we eigenlijk hetzelfde weer vast. Met name het zuiden van het land houdt kans op een aantal regen- of onweersbuien gedurende de week. In het noorden blijft het eigenlijk gewoon zo goed als droog. Hooguit op vrijdag dat een enkele bui het noorden weet te bereiken. Op zaterdag zien we meer zonneschijn ook nog eens in het weerbeeld. En ja, wat de middagtemperatuur betreft, eerst is hij 24 of 25 graden. En op zaterdag komt er zelfs nog wat bij, dan wordt het 26 tot 28 graden. En ja, dat ziet er ook in voor de zondag en de maandag en mogelijk zelfs ook nog op dinsdag dat de temperatuur zelfs in de buurt van de 30 graden gaat komen in delen van het land. En dat zijn toch echt hele hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Pas op de langere termijn zien we dat de temperatuur heel langzaam weer wat naar om beneden gaat. Maar nog steeds blijft het ruim boven de 20 graden en is het dus gewoon warm voorjaars weer. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl